dat je het vooral kunt uitleggen. Dat je je zicht kunt doen. En kunt duidelijk maken, daar gaat het tenslotte om. Om mensen met een beperking uit hun kot te lokken, lekker ze zeggen. En ja, goed in de micro leren spreken, goed duidelijk spreken en goed op de houding letten. Je kunt praten in een groep en ook een stem in de groep zetten. En ook naar verenigingen gaan, bijvoorbeeld Connect. Daar kun je misschien ook ambassadeur worden. Naast het verhaal maken gaan we ook in de opleiding werken rond het verhaal brengen. En dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats met het woord, hè, gaan we mensen leren spreken voor een groep. Maar daarnaast gaan we ook kijken hoe dat we het verhaal nog met beeld kunnen brengen, hè, visueel. En dit kan bijvoorbeeld door het maken van een stop-motion filmpje.